Yo kijkers van Warzeker, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we weer verder met de beeldserie die we natuurlijk hier gewoon nog steeds hebben. En iedereen denkt van, maar Leon, je hebt toch in je oudjaars video gezegd dat je dat niet meer wilde gaan doen? Ja, dat wil ik lekker nog wel doen. Haha, gefopt! Ja, ja. Nee, jongens, welkom bij een nieuwe map. Voor als je me nog niet kent, mijn naam is Leon. Welkom en we gaan vandaag wat meer laten zien van de map die ik jullie laat zien. Want ja, jullie denken, what the fuck, dit is toch helemaal geen beeld. Dit is toch maar landscape? Wat waar heb je het over? Ja, kijk, het is heel simpel voor de mensen die natuurlijk ervaren zijn op het gebied van Minecraft. Jullie hebben waarschijnlijk wel in een van mijn oudere video's gezien dat er een Conquest mod is. En op die Conquest mod zitten wij nu, dus wil jij deze map zelf gaan spelen? De map heet trouwens Jerowin, gemaakt door Lord Dakker. En deze kan je vinden op Planet Minecraft, het linkje staat hier in de beschrijving. En ja, dit is eigenlijk een map bedoeld voor jullie bouwers, als je natuurlijk gewoon zelf een hele goede bouwer bent, om lekker dingen te gaan bouwen. Want als je nou een beetje goed kijkt, dan zie je al waar we zijn. Ik laat jullie eventjes nu bedenken waar we zijn. 3, 2, 1. Weet je het? Ik weet het wel. Dit is Minas Tirith, jongens. Ik kan het even laten zien. Dan ga ik even naar de journey map die je hier ziet. Dit is er nog wel een klein deel van de map. Maar hier zie je het al een beetje. Dit is Minas Tirith. Of in ieder geval het gebied wat bedoeld is voor Minas Tirith. Als ik zo even op de lijst kijk, staat hij er wat tussen volgens mij. Ja, ik kan hem niet vinden. Fuck my life. Nee, maar kijk. Dit is dus eigenlijk bedoeld als een soort van Minas Tirith. En ik ga me waarschijnlijk nu haten omdat ik het niet kan vinden. Maar ik weet dat het Minas Tirith is, oké? Nou, zoals jullie nu in beeld kunnen zien, verschijnt er een hele grote map. Ja, ik loop ondertussen nog in de Minecraft. Maar op deze map staan verschillende punten. En op deze punten kan je dus zeg maar gaan bouwen. Je ziet in het noorden zie je dus wat meer een ijsgebied. Je ziet in het zuiden een grote desert met zelfs nog een stuk mesa erbij. En ook een heel gebergte in het zuidoosten. Dat is een hele grote map. Verschillende eilanden zitten erbij. Ik zou even zeggen, klik even op de linkjes in de beschrijving om hem zelf te gaan bekijken. Maar ja, jongens, nou komt het moeilijkste nog. Hoe ga je hem joinen? Het is heel simpel. Er staat een linkje naar een Conquest mod. 6 Conquest Launcher, die moet je installeren of even in je Minecraft gooien. Het is van 1.10.2. En dan kan jij dus zelf hier ook op gaan spelen. Hier staat het, je joint hier dan, staat de turnaround. En dan sta je hier wel bij YouTube kanaal van Lord Dakker. Die heeft natuurlijk deze map gemaakt. En dikke shout-out naar hem. Hello and thank you for downloading the Jerowin map. This map has been made exclusively for use with the Conquest Reforged. If you're looking for areas of interest, go to, staat een linkje. En check out Jerowin photo albums for pics and coordinates of coördinaten. If you make anything cool on the map, be sure to tweet it out at linkje. Good luck, build big, Lord Dakker. Yes. Nou, ik ga eventjes een stukje vliegen. Je ziet hier dus Minas Tirith. En hierachter moet even de berg op hier. Kijk, je hebt ook allemaal nieuwe blokken in deze modpack. Dus stel je wilt echt iets vets gaan neerzetten. En je hebt veel ervaring met verschillende buildblocks. Ik kan het wel even snel laten zien. Wat je allemaal hebt. Kijk, je hebt echt gewoon zoveel meer blokken. Zoveel meer items. Het was zeg maar even zien. Grijs? Ik ken niet eens. Wat de fuck is dat? Ja, je hebt natuurlijk allemaal kleine dingetjes. We moeten even iets simpels hebben. Plastered stone. Kijk, dat is dit. De meeste mensen kennen het nog wel van de oude Conquest. Maar als ik dan eventjes op... Wat was het nou? Grave toch? Of wat was het nou? Ik weet niet meer. UX? Nee. Ik weet niet meer wat het blokje was. Oh ja, C. Zie je dat er allemaal verschillende blokjes zijn. Zoals deze. Die moet je dan even zo. Die tik je hierop. En dan zie je dat je zelfs nog van deze schietgaten hebt. Ja, deze functioneren dan niet als schietgat volgens mij. Kan ik hier een pijl doorheen schieten? Moet even kijken. Bow. Even checken. Even snel zo. Ja. Kunnen we hier doorheen? Oké, dat is fucking vet. Je kan hier gewoon doorheen schieten. Dat is fucking cool. Oké. Maar goed. Nou, weer wat ontdekt blijkbaar. Leuk. Hierachter zie je dus een bos. Ik kan het ook even weer laten zien op de journey map. Waarom is mijn waypoint, of waarom is mijn UI-team veranderd? Nou, we vliegen eventjes door het bos. Dit is een soort van, ja, hoe moet ik het noemen, een woud. Je ziet hier heel veel leuke custom trees tussenheen staan. En wat zijn dit? Heeft hij nou serieus gewoon pumpkins in de trees gehangen? Dat is al fucking cool. Lord Dakker, you're amazing. En er staan hier random sugarcane. Maar dat is nou
geen sugarcane meer. Dit is nou echt gewoon bamboe. Of dit zijn... Ja, dit zijn de andere blokjes. Ik zie ook dat ik hier al aardig wat lag, omdat er zoveel blokjes in zitten. Jongens, zoveel bewegende details. Zoals je hier ziet hier. We kunnen wel eventjes een bootje pakken. Een boot. We mogen zelf kiezen welke we willen. Nou, ik vind een dark oak, lijkt me wel leuk. Zo. En dan gaan we gewoon over water gaan we zo lekker door het bos heen. Moet je kijken. Wat een uitzicht om je heen. Dit wil iedereen toch even zien. Oh, ze hebben zelfs waterniveaus erin. Volgens mij kunnen we hier dan niet echt verder. Of wel? Nee. Hij gaat hier weg. Oké. Nou, goed. Doen we die even weg. En ja, ik denk dat ik nou niet te veel die kant meer op moet gaan. Want ik creëer allemaal lag voor mezelf in de video. Het gaat er even om dat je zelf even deze map kan downloaden. Dat je even de mod installeert. Je kan hem dan in je save file gooien. Je zet gewoon een pakketje. Zet je in je saves. Dan unzip je het bestandje. En dan kan je zelf ook kijken. Maar dit is toch vet. Gewoon zo in de jungle lopen. Hier kan je allemaal... dingen ingebouwd. Trouwens hebben we deze map ook gebruikt voor de Avalon Craft serie op Edeldier. En natuurlijk ook bepaalde builds op mijn kanaal. Dus ja, het is wel echt leuk om te zien dat wij hier misschien binnenkort wel weer verder mee gaan. Om het Avalon project weer op zijn top te krijgen. Mij lijkt het wel heel leuk om weer te gaan doen. Het is heel erg verwaterd. Maar dat kwam omdat niet iedereen dagelijks tijd had om te bouwen. Nou, dat heb ik zelf ook natuurlijk niet. Want we hebben ook nog Kingdom en andere bouwprojecten waar we hard aan werken. Maar ik denk... dat wij hier wel echt de vetste dingen mee kunnen neerzetten. Dus wil je dit ook doen? Download natuurlijk eventjes het mapje in de beschrijving. Zoek zelf eventjes lekker alles uit in deze map. Je kan hier alles gaan maken wat je maar wil. Behalve een raket die naar de maan gaat. Want ja, er zit geen maan in deze map. Dus sucks to be you als je dat wilde. Ik ga er niet van uit. Maar anders kan je hier lekker Minas Tirith gaan bouwen. Daar heeft iedereen eigenlijk wel zin in. Ik heb daar eigenlijk wel zin in om lekker Minas Tirith te gaan bouwen daar. Het zou toch wel fucking vet zijn, jongens. Misschien ga ik wel eens Minas Tirith bouwen. Wie weet. Doe alvast eventjes dat duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. Abonneer natuurlijk op Watchjagger. En download die map als je gaat bouwen. Laat het even weten wat jij hieronder gaat bouwen. En dan zie ik jou in de volgende video van de Builds video's op mijn kanaal. En tot volgende week. Later! Later!